We hebben er weer een exportproduct bij in de modellenwereld, Irene. Ja, het is een hele jonge jongen, 17 jaar. Hij heet Bastiaan Nienaber van Eiben. Mondvol, nou. Dat is zeker in het buitenland, is dat lastig, dus dat moet hij waarschijnlijk veranderen. Maar het is allemaal heel snel gegaan bij hem, want hij is pas vorig jaar, 2005, in het najaar, ontdekt. En vorige week liep hij de Dior Show in Parijs. Eigenlijk werden pas 20 minuten voor de show werden pas je kleren aangetrokken. En dat gebeurt allemaal pas op het laatste moment, omdat ze niet willen dat er vlekken opkomen en kreukels inkomen. Het moet er allemaal helemaal nog top uitzien. Er zijn ongeveer 5 mensen die dan je kleding aantrekken en dergelijke. En die alles inkorten en aan je zitten te plukken. En ja, dat is eigenlijk heel grappig. Want het enige wat je doet is daar staan als, ja, kleed me maar aan. Er waren hele erg aardige andere modellen. En je werd ook echt je vrienden, dan ging je elke avond mee eten en een beetje stappen. En dat was erg gezellig. Ja, dat deed hij leuk, hè? Heeft de verslaggever waarschijnlijk gezegd, doe maar even modellerig voor de camera. Ja. Maar het is ook moeilijk toch om goed modellerig te lopen? Dat is ook heel moeilijk, ja. En zeker voor hem. Ja, hij liep in een show mee vorig jaar van een winkelketen van zijn eigen vader. En ja, dat is een hele grote zaak, verschillende plekken in Nederland. DVD of zo. Ja. DVD inderdaad. Ik dacht, ik weet niet of wie kent het niet. Nou, dan roep ik de Rekker en Maurits. Dus ja, lang komen, dit en dat. Maar op een gegeven moment was er een fotograaf die zei, nou, je bent fotogeniek, daar moet je wat mee doen. En vervolgens is hij naar een modellenbureau gegaan in Amsterdam. Tony Jones management. En daar is hij meteen... Ja, als je hem ziet praten, een hele gewone jongen, maar als je die foto's ziet... Hij is erg fotogeniek, ja. Hij heeft een beetje androgyne look, model. Heeft hij. Ja. Dus misschien gaat hij Mark van der Loo achterna, want dat is natuurlijk voor mannen is dat vrij moeilijk ook om de top te bereiken. Ja, maar helpt het nou als je vader inderdaad al in die handel zit, dat je wat eerder mensen tegenkomt die zeggen, nee, want als moet jou iets doen? Nou ja, kijk, als je niet fotogeniek bent en je bent de gebochelde uit Notre-Dame, dan schiet het ook niet om. Maar ik denk dat het zeker helpt dat hij gewoon al een netwerk heeft via zijn vader. Dat helpt zeker. Dus succes, Bassie.